Niet meer geland op het programma. Ed Leunissen doet verslag. Bijna 200 deelnemers begonnen gistermiddag in IJsden aan de 27e hel van het Mergeland. En de koers maakte opnieuw haar naam meer dan waar. Want de wielrenners kregen liefst 180 kilometers voor de wielen met 31 beklimmingen. En als je bij de eerste de beste klimmer vanaf wordt gereden, dan wordt het wel een hele moeilijke wedstrijd voor deze deelnemers. Maar niet alleen de beklimmingen maakten het een moeilijke koers. Lekke banden en valpartijen waren ook dit jaar aan de orde van de dag. En dus moest de ene na de andere coureur afhaken. De wielrenners die het tempo wel bij konden benen hadden vooral oog voor één man. Remon Meijs. De Valkenburger was al 3 keer de sterkste in de Limburgse klassieker. Maar in het begin van de wedstrijd liet hij het initiatief aan andere wielrenners en hield hij zich gedijst. En ben je er al vijf uur aan ligt? Kemna heb ik begrepen, de andere weet ik nog niet. Zo gaan op de start is, maar het is de zoon van me die start is. Maar is het spannend? Tot nu toe is het zeker spannend, zeker aan dit soort heuvels. Hè. Dan is het tieken wel weer, een mooie uitzicht tussen wie daar afkomen. En wat gaat er hier nou doen? Kamer, ik over zeker in. Koning van Spanje, ik over zeker in. En voor de verder rest, ja, ik moet voor weg op de lies bekijken en hoe het nog kieken weer is. En hoe valt de beslissing? Ik denk dat de beslissing op het laatste veld, zoals Koning van Spanje, vorig jaar ook beslissend punt geweest voor Meijs. Ik hoop dit jaar weer voor hem. In de Belgische voerstreek was dus nog niets van Meijs te zien. Sterker nog, een lekke band wierp hem ver terug. En het peloton, dat wacht ook niet op favoriet Meijs. Maar dankzij teamgenoot Michael Schlikau zou Meijs weer snel terugkeren in het peloton. Ondanks de tegenslag bleven de kenners echter geloven in het vierde succes van hun favoriet. Wie gaat winnen vandaag? Ik heb de jong zeg Ramon Meijs. Kan dat? Ja. Ik denk dat hij gaat winnen vandaag. Die heeft hem al 3 keer gewonnen geloof ik, dus ik denk ook de 4e keer. En de oud krijg? Ja, ik hou het ook op Raymond Meijs, maar Erwin Thijs die zit in dezelfde ploeg. Die heeft wel een beetje meer klasse. En dan heb je over Rot nog Chantale. Daar kook ik ook nog wel een beetje op. In de kop van de koers had zich inmiddels een kopgroep gevormd. En daarin meldde zich inderdaad een favoriet van oud-krek Jan Willemsen. De Belg Erwin Thijs was samen met de Duitsers Michael Schlikau en Heinrich Trumheller weggesprongen. Het drietal had al snel een voorsprong van meer dan 1 minuut op het peloton. 2 teamgenoten van Meijs leidden dus het veld. Maar zij moesten als springplank voor een kopman dienen. Want het was Meijs zelf die de tegenaanval opzette. Hij demareerde uit het peloton en kreeg zijn teamgenoten Jan Koers en Ralf Kraaps mee. Maar ook de Belg Michel van Haken en Ronald Mutsaert van de Rabobank. Maar het zat Meijs gistermiddag niet echt mee. Want na 2 lekke banden liep ook nog eens de ketting van zijn fiets. Maar Meijs was gistermiddag ijzersterk. Eerst kwam hij terug in de achtervolgende groep en in Noorbeek vond hij, samen met Van Haken en Kraaps, aansluiting bij de koplopers. En de zware inspanning leek hem niet te deren. Want het is opnieuw de Limburger die in de klim het vuur aanstookt. Het demareert meteen en dan is het kijken wie nog mee kan komen. Hij wijst al, want hij weet het. Er is iemand in zijn wiel gekropen en dat is de Belg Van Haken. En dat is een gevaarlijke concurrent, want hij is in vorm, zoals hij in de Ronde van Vlaanderen bewees, toen hij lang met de grote mannen meeging. Meijs haalt dan ook opgelucht adem als Kraaps zijn teamgenoot alsnog aansluiting vindt. Op papier is Van Haken de snelste sprinter, en dus moeten de mannen van de Cologne-ploeg de overtalsituatie proberen uit te buiten. Want inmiddels is duidelijk geworden dat 1 van de 3 koplopers de 27e hel op zijn naam zal schrijven, want de achtervolgers zijn ver weggezakt. En hebben inmiddels een achterstand van 1 minuut en 45 seconden op de groep Meijs. Bij de eerste van de 3 doorkomsten in IJsden is het drietal nog altijd bij elkaar. Kraaps en Meijs leiden de dans en de Belg die gokt op de eindsprint en blijft aan het wiel van Meijs plakken. Maar tot grote verrassing van het publiek is het alsnog Meijs die weg is gesprongen in de laatste ronde. En dus schrijft hij historie, want nog nooit won iemand 4 keer de hel van het Mergeland. Maar deze kleine man uit Valkenburg die heeft het gedaan. Hoewel het niet allemaal zo gemakkelijk ging. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zie in het begin zo ik niet meer zitten, maar op het laatste van wegrijden met Kraaps moet ik zeggen, wordt wel, wordt eigenlijk groot. Toen we met de 3 weg waren, toen zorgde het eigenlijk gewoon heel goed doet. Er wordt alles nogmaals vastgelegd op de vloer, de vloerplaat. Ja, maar nu gaat het alles. Hier staat de eerste aankomen.
genomen is van de Zuckerenburg Zuidhaven van de helft van Nederland. Rimmel Meijs in de midden, daar links naast Michel Van Aken en rechts daarnaast Rolf Graafs. Dankjewel.